De nieuwe minister van Justitie en Politie, Eugène van der San, heeft de afgelopen week kennismakingsbezoeken gebracht aan de diverse dienstonderdelen, afdelingen en korpsen van het ministerie. De kennismakingsbezoeken zijn afgesloten met een bezoek aan het Korps Brandweer Suriname. Voor Van der San was het belangrijk een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de verschillende diensten. Tijdens de bezoeken mocht het personeel knelpunten en aandachtspunten aan de minister kenbaar maken. Minister Van der San heeft aangegeven er alles aan te zullen doen om de achterstand in de rechtspositie van zijn personeel weg te werken. De bestrijding van de criminaliteit is een van de prioriteitsgebieden van de nieuwe minister.